een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben vandaag heel vroeg opgestaan, want ik had twee belafspraken. En ik moest me dus voor de belafspraak even klaarmaken, want ik heb nu alweer mijn volgende afspraak en daar moet ik naartoe. Ik ben me aan het klaarmaken en ik zie nu echt al mijn grijze haren hier van boven en ik irriteer me er echt gewoon dood aan. Ik heb al wel een afspraak ingepland bij Dina om mijn uitgroei echt te doen, maar ik denk dat ik voor nu even mijn grijze haren ga coveren met deze spray van L'Oreal. Zo, even een spiegel gepakt. Ik heb een spiegel gepakt. Ik ga het even sprayen. Oh my god, ik ben heel bang. Oh guys, dit werkt. Oh yes. Ik weet niet of jullie het zien hoor. Oh my god. Oh my god. I'm fresh. Oh. Oh, het is wel koud. Oh guys, dit werkt. Super handig. Nu kan ik mijn haar weer doen. Maar ik ben de laatste tijd, sta ik dus echt heel vroeg op. Want ik wil gewoon productiever zijn. En ik heb gewoon overal tijd voor nodig. En ik merk gewoon dat ik gewoon tijd tekort kom. Ik stond altijd zo rond 11 uur op. En dan had ik echt een uur tijd om gewoon een beetje wakker te worden. Want ik ben echt geen ochtendmens. En dat is dus wat ik wil veranderen. Ik wil productiever zijn. En je hebt gewoon overal tijd voor nodig. Kijk, ik bedoel, ik wil met mijn werk gewoon wat productiever zijn. Maar ik wil ook gewoon wat meer voor mezelf kunnen zorgen. Ik bedoel, voor gezonde voeding, meer bewegen. Gewoon, weet je, om te bidden. Om gewoon je eigen ritueeltjes te doen, heb je al gewoon heel veel tijd nodig. En als je gewoon merkt dat je gewoon tijd tekort komt op een dag, moet je gewoon wat eerder opstaan. Dat is gewoon wat ik nu ga doen. Zoals eigenlijk iedereen dat doet. Maar ik ben altijd gewend om gewoon uit te slapen. En aangezien ik geen ochtendmens ben, dacht ik van, weet je, omdat het kan, doe ik het ook gewoon. Ga ik gewoon lekker uitslapen. Maar zo werkt het niet. Dus dit is mijn eerste week eigenlijk. Waarin ik gewoon eerder opsta. Ik kook lekker weer voor mezelf. Ik wil geen dingen afhalen. Ik wil geen eten afhalen. En gewoon wat meer bewegen. Gewoon, weet je, meer voor mezelf zorgen. Leuk natuurlijk dat je heel veel shopt voor de lente. En opeens is het weer fucking koud. Dus ik heb weer andere kleren uit de kast getrokken. Ik heb een vestje aan van Naked. Ja. En ik heb gewoon even jogging onderaan gedaan. Van Zara. Om ook gewoon lekker een chill outfitje wou. Maar ik kan mijn nieuwe kleren gewoon niet aan. Echt balen. Ik heb weer echt heel veel kleur ingeslagen. Ik ben echt gewoon helemaal into kleur nu. Ik heb weer echt zo'n fase. En we hebben natuurlijk koffie nodig voor onderweg. Want ik heb er nog geen gehad vandaag. Ik heb hier weer een collectie met Noga's in mijn auto. Besef dit gewoon. Hier twee. Hier kapot veel. I know I go back to you. Yes. Welke suiker erbij? Nee hoor, is goed zo. Hoor, dankjewel. Ik heb nog niet eens verteld waar ik naartoe ga. Maar ik ben dus nu onderweg naar Laminaatkameraad. Dus onderweg naar Laminaatkameraad. Want ik had de vorige keer had ik dus laminaat uitgekozen. En nu we zeg maar verder in het proces zijn, ben ik echt achtergekomen dat het eigenlijk totaal niet mijn stijl is. En wil ik het eigenlijk wijzigen. Toen heb ik een beetje inspiratie opgedaan op Pinterest. En toen kwam ik. En nu ga je heel hard lachen. Want in mijn vorige vlog toen ik dus laminaat ging kijken, zei ik dat ik absoluut geen visgraad wou. Maar ik ben het toch gaan waarderen. Ik vond het eigenlijk niet mooi. Maar Nessim zei van, het is echt die Amsterdamse stijl. Maar eigenlijk vind ik het zeg maar bij de stijl waar ik voor ga, boven op de bovenverdieping, vind ik visgraad eigenlijk het mooiste staan. Dus ik ga nu weer terug om een kleur uit te kiezen voor een visgraad laminaat. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik ben aangekomen bij Laminaatkameraad. Zoals jullie zien is het gesloten. We werken alleen op afspraak nu. Dus ik ben even aan het wachten, want ze is al onderweg. En dan ga ik jullie even laten zien voor welke kleur ik ga. Dus we hebben het toilet ook gewijzigd. Er zijn heel veel dingen zeg maar ondertussen gewoon veranderd. Omdat we toch, ja, niet van smaak veranderen. Maar ik denk dat je gewoon afspraken maakt. Dan gewoon maar wat kiest. Dat je denkt van, oh, het past niet bij het geheel. Dus dan pas je dat weer aan. Maar we hebben nu echt gewoon een heel andere soort toilet. Zo blij met onze keuzes. En het komt ook echt dichtbij. Het is nu vandaag gewoon begin maart. Het is vandaag 3 maart. En ons huis wordt opgeleverd eind maart. Eind maart, begin april.
Dus, oh my god. Guys, ik ben hier nu. En ik moet dus kiezen tussen deze kleuren. Guys, ik wil jullie even wat laten zien. Dit is zeg maar de tegelafdeling hier. En kijk dit één keer. Ik was dus op zoek naar visgraat. En beneden hebben ze dus laminaat. Maar dit zijn gewoon tegels, guys. Dit is gewoon visgraat, maar dan tegel. Hoe cool is dit? Guys, ik ben net thuis en ik heb jullie nog niet laten zien. Maar ik heb dus van Esra heb ik dus verse manten gekregen. En ik ben er echt heel erg happy mee. Vorige keer had ik dus manten voor jullie gemaakt. Maar die had ik gewoon kant-en-klaar gekocht van de supermarkt. En zij had het dus gezien op mijn Insta-stories. Toen zei ze van, als je de volgende keer komt, dan geef ik jou gewoon echt verse manten. Die is echt veel lekkerder. En ik heb nu gewoon 2 zakjes gekregen. Die heeft me ook echt mega veel gegeven. Dus dat is wat ik vandaag ga maken. Ik moet alleen nog wel even yoghurt halen van de supermarkt. En dan gaan we vandaag manten eten. Nessie gaat hier echt heel blij mee zijn. Guys, ik ben in slaap gevallen. En toen is Nessie dus thuis gekomen. Het is al iets van 7:15. Ik ben net wakker. Ik ga nu de manten maken. Ik heb Nessie naar de supermarkt gestuurd om yoghurt te halen. En dan gaan we lekker eten. Oh, wat erg, jongen. Het is echt niet normaal. En ik zeg vanochtend van, ja, ik sta tegenwoordig vroeg op. Maar ik ben ook weer heel snel moe. Dat is mijn probleem. Vorige keer, toen ik dus een sausje ging maken, heb ik het op Turkse kok, het recept, gevolgd. En dit keer heb ik gewoon lekker geïmproviseerd en gewoon alle kruiden erin gedouwd, wat ik lekker vind. Ik heb er munt in gedaan, zout, peper, boter, tomatensaus, 7 mix spice en heel stiekem een beetje chili erin gedaan. Want ik weet, Nessim wil dat niet, maar Nessim gaat dat leren vanaf nu. En hier hebben we de manten. En die ziet er inderdaad heel anders uit dan de vorige keer. Guys, dit is het resultaat. Ik heb het echt heel moeilijk zo gekregen, want we hebben de verkeerde yoghurt gehaald. En toen moest ik die echt helemaal opkloppen, omdat die zo dik was. Maar het is toch gelukt. En nu hoop ik dat het lekker is. En dit is alweer de tweede portie voor Nessie. Vond je het lekker, Ness? Ik vond het heerlijk. Mensen, Nessie is net weg. Hij is even naar kantoor toe. Ik heb net wierook opgedaan. En ik wil je even zien, want ik heb deze wierookhouder gekocht bij de Xenos een maandje geleden. En ik heb dus ook nieuwe wierook gekocht. Ik was heel lang gestopt met wierook opsteken in huis. En dat is eigenlijk omdat ik een artikel had gelezen over hoe slecht het eigenlijk voor je is en zo. Dat het eigenlijk gewoon even slecht is voor je als roken. Dus dat wou ik niet meer. En een maand geleden had ik echt weer de behoefte aan wierook. Ik hou heel erg van de geur in mijn huis. Want het doet me echt een beetje aan vroeger denken. In Midden-Oosten gebruiken wij echt heel veel wierook. Dus het geeft me echt een beetje het gevoel van thuis. En natuurlijk ben ik ook christelijk en gebruiken wij in de kerk eigenlijk heel veel wierook. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel chill om het in mijn huis te hebben. Even gaan zoeken op het internet om te kijken of er misschien andere varianten zijn van wierook. En toen ben ik dus deze tegengekomen. Dit is dus 100% natural. En het is van het merk Yiri & Friends. En je hebt er dus 3 varianten van. Ik heb de Palo Santo nog nooit eerder gebruikt. Maar ik vind hem wel echt lekker. Het is wel een aanrader. Wel een stuk duurder dan normale wierook. Maar ja, is natuurlijk normaal. Goedemorgen. Goedemorgen, Dinari. Dinari vindt het heel leuk om bij het raam te zitten. Het is vandaag donderdag. Ik ga zo lekker douchen. Ik ben weer vroeg op. Zoals je ziet ben ik echt gebroken. Ik ben geen ochtendmens, maar ik moet hier echt even doorheen. Daarna ga ik even lekker douchen. Ik heb vandaag een afspraak gemaakt bij de Blokker. Echt super grappig. Ik kan tegenwoordig dus bij winkels afspraken maken. Dus ik heb een afspraak gemaakt bij de Blokker. En dan mag ik daar 10 minuten winkelen alleen. En ik heb echt een dweil nodig. Een paar dingetjes van Blokker. Dus ik moest er echt even heen. Dat vind ik veel fijner dan online shoppen. Dus daar ga ik straks heen. En heb ik in de middag een afspraak bij Dina. Ik ga eindelijk mijn uitgroei doen, jongens. Ik ben er even aan toe. Is koffie. Mijn koffie, Dinari. Hey guys, ik ben onderweg naar de Blokker om het wel op te halen. Ik heb zo een afspraak. Ik ben precies op tijd. Dit is gewoon echt een uitstapje voor mij, joh. Maar ik vind het wel echt weer tof als je naar de winkel kan. Want bij de Blokker bestellen online vind ik echt niet chill eigenlijk. Ik heb al eerder besteld. Het duurt best wel lang voor het aankomt. En ik vind het gewoon niet zo'n chille webshop ook. Dus ja, mondkapje mee. En dan mag ik lekker 10 minuten shoppen. Ik heb trouwens mijn pakje aan van de Zara. Voordat er veel vragen over gaan komen. Want de vorige keer dat ik hem aan had, kreeg ik er echt mega veel vragen over. Maar
Dat heb ik 3 maanden terug of zo gehaald. En hij is echt zo chill. Nou guys, daar ben ik dan in mijn eentje in de winkel in Blokker. Of mag ik met meerdere mensen? Is er misschien 2, 3 mensen of zo? In ieder geval, ik ben alleen. Guys, ik ben hartstikke geslaagd bij de Blokker. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dat voor het eerst las, dat je dus gewoon afspraken kunt boeken, dat je dan heen kunt gaan en zo, dacht ik van wat een dom idee gewoon. Maar ik vond het eigenlijk heel erg chill, want je hebt de hele winkel voor jezelf en je hebt 10 minuten de tijd en de volgende wacht al zeg maar bij de ingang. Dus ik vind het eigenlijk heel erg chill. En je kunt gewoon lekker op je gemak kijken en je kunt snel afrekenen. Dus alles, ik vind het eigenlijk wel goed. Misschien moest het al veel eerder gebeuren. Ik ben nu bij de Jumbo, want ik wil even gamba's halen. Want ik ga even een gamba salade maken. Want ik heb nog niet ontbeten. Even al deze troep weggooien. Oh, wat erg. Zo terug. Selena. Baila, baila, baila conmigo. Orange, welke muziek? Heb je bereid? Tekenen, jongens. Selena. Oh, mijn car. Mijn car is mee, ik ga stuk. Ik krijg altijd heel veel commentaar over dat ik mijn car mee neem naar huis. Maar ja, ik vind het gewoon chill. En ik hoef... ik vind het gewoon chill en ik hoef niks te dragen. Het boeit mij niet. En ik heb een bel gehaald, dus ze gaat gedweld worden. Maar ik wil even laten zien wat ik in de Blokker heb gehaald. Ik heb een badmat gehaald, want dat is zwaar nodig. Dus ik heb gewoon zo'n heel simpele gehaald. Ik heb een toiletmat gehaald, want ik wil die van mij echt vervangen. Want die heb ik al best wel lang. Ik heb handdoekjes gehaald. Van die mini handdoekjes was 1 plus 1 gratis. Helemaal top. Ik heb van die theehanddoeken. Theedoeken? Theedoeken? Of wat is het nou? Ik heb deze doekjes gehaald voor in mijn keuken. Een keer beige, want ik heb altijd eigenlijk grijs. En ik heb van die ovenwanten gehaald. Die van mij mogen ook echt weg. Ik heb een nieuwe dwel gehaald. Dat is ook zwaar nodig. Ik heb een nieuwe pannetje. Van Tefal. Deze was maar 10 euro. Afgeprijsd naar 10 euro. Dus ik dacht, nou, ik neem hem gewoon mee. Zet die 15 euro op. Maar bij de kassa kreeg ik nog extra korting. En that's it. Dan heb ik allemaal lekker gezonde boodschappen gedaan. Ik heb slapenbord gedaan met wortel en courgette en de gamba's erop. Ik voeg nu toe mais. En daarna doe ik de dressing erbij. En als laatste nog even avocado toegevoegd voor de gezonde vetten. Dit is mijn salade van vandaag. En kijk eens, we hebben weer een pakketje binnen, guys. Alsof het allemaal nog niet genoeg was. Er zit oprecht iets heel erg leuks in. Maar dat laat ik jullie even laten zien. Want ik moet even heel snel editen voor jullie. Want ik wil heel graag dat de vlog online komt voordat ik vertrek naar Dina. En ik moet me daar nog een beetje opfrissen. Dus ik zie jullie straks weer. Ik zweer, ik haat wachtwoorden. Ik ben nu bij Dina. Ik kan even niet zo goed filmen hoor, want er zijn andere klanten hier ook. Maar we hebben even avondeten besteld en kipsalade. Ziet er echt goed uit. By the way, ik heb het nog niet verteld, maar ik ga dus eerst donkerder, mijn uitgroei. Het helft zeg maar, de volgende keer ga ik de highlight zetten, want ik ga rustig aan weer blond. Ik ben klaar. Ja, je ziet nou niet zoveel, want ik ben gewoon donker gegaan. Ik heb nu gewoon een bruin kleurtje.
Moet ik echt aan wennen, want jullie weten, ik hou niet van donker. Maar ik heb volgende week dus al een afspraak bij Dina, want ik ga blond. Ik heb er echt zin in. Ik wil echt heel graag weer blond. En ik heb vooral veel zin in, omdat ik weet dat Dina gewoon fucking goed is in blond. Echt, jullie moeten echt een keer op haar pagina kijken. Dina Zekari, als ik het goed uitspreek. Ik ga haar hieronder even noteren. Maar echt, zij kan zo goed verven. Niet normaal. Als ze ergens gespecialiseerd in is, dan is het echt gewoon in blond verven. Ze had net ook een andere klant en ze had haar haren zo mooi gedaan. Ik was echt zo jaloers, want ik wil eigenlijk nu al blond gaan. Maar ik moet even lekker rustig aan. Vandaag even gewoon me uitgroeien, mijn haar even donker. En de volgende keer gaan we aan de slag. Even kijken. Ik ben weer thuis. Oh, ik ben echt blij dat dat koper er een beetje uit is uit mijn haar. Zodat ik echt gewoon mooi blond kan gaan. Want koper en blond vind ik geen mooie combinatie. In ieder geval, ik had jullie natuurlijk beloofd om de pakketjes samen te openen. Tegenwoordig zie je dus overal van die slippers met een plateautje. En dat is voor mij natuurlijk ideaal, want ik ben klein. En als ik slippers aan heb, vind ik het wel leuk als er een klein plateautje onder zit. Maar er was één specifieke slipper die ik echt heel tof vond. En dat was van, van het merk The Row. Dat is een merk van Mary-Kate en Ashley Olsen. De Olsens. En die was gewoon eigenlijk gewoon heel basic, maar gewoon heel mooi en zag er gewoon heel kwalitatief uit. Kwalitatief uit. Dat is gewoon zwart van leer en gewoon basic, maar gewoon echt perfect. Ik weet niet of jullie snapt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, ik ging op ASOS kijken. En zij hebben dus een lijn tegenwoordig die iets duurder is en die ook van echt leer is. En ik zag gewoon precies dezelfde slippers als die van Olsen's. Maar dan 800 euro goedkoper. Dus ik heb het met heel veel plezier gekocht. Voor deze zomer en lente. En het is dus deze slipper. Ik ga hem zo even een andere licht filmen. Maar het is een slipper, gewoon lekker basic met een plateautje. Zoals jullie weten had ik in Dubai had ik van Jacquemus de witte versies gehaald. Die waren echt heel zwaar en deze zijn gewoon lekker licht. Dus daar ben ik heel blij mee. En zwart, ja, past gewoon echt bij alles. Ik wil hiervan ook nog een witte, maar die hebben ze nog niet. Kijk, dit is hem. Kijk, heel basic, but I love it. Echt, ik ben hier heel blij mee. Nini is thuis, echt heel erg moe van werken. Love you, Nini. Hij kijkt dus de docu van Biggie. My favorite was Terrorist One. Oh, favorite. Just this one. Kiss the book. Oh, sorry. Oh, nou.